Petrus gaan we naar een ander illustre figuur in de Bijbelse geschiedenis. En dat is Simson, waarvan ik even gedacht heb dat iedereen toch wel die naam kende. En juist afgelopen vrijdag had ik met Petra daar nog een gesprekje over, een vrouw, en die zei iedereen moet toch wel weten wie Simson is. En we toch een van de verhalen wel kennen van deze figuur. En dan waren we gisteren op de voetbal, de jongens. En toen kwamen we ook iemand tegen en toen kwam het zo te spreken over Simson. Simson en Delila. Ik vertelde dat ik vandaag daarover zou gaan spreken. Nooit van Simson hoor. Nooit van Simson hoor. Dat lijkt me sterk. Hè? Ja, en toch was het zo. Dus ik zal ook hier maar niet al te veel kennis als bekend veronderstellen. En deze geschiedenis op zich is, lijkt mij toch wel, in ieder geval in het algemeen genomen, vrij bekend. Om maar eens wat te noemen. U ziet hier een affiche ergens uit de halverwege de 19e eeuw, 1863, een aankondiging van een oratorium Samson van Händel, schijnt dat te zijn. Ja, ik ben er niet zo heel erg in thuis, maar in ieder geval is een heel beroemd oratorium. Wat dacht u van de verfilming? Ik ben erachter gekomen dat alleen al in de vorige eeuw deze geschiedenis van Simson en Delila al 4 keer is verfilmd. Ergens in de 20e jaren, later nog weer een keer in de 40e jaren, toen in de 80e en zelfs in 1997 geloof ik is er weer een film uitgekomen onder deze titel Simson en Delila. Het spreekt enorm tot de verbeelding. En ze worden in Popsong bijvoorbeeld in één adem ook genoemd met, en sommigen van u weten dat, met Romeo en Julia. Ja, ik zie sommige mensen knikken, anderen heeft niet nou weer over. In elk geval, het is een prachtig verhaal. En ik denk dat als je op de zondagsschool gezeten hebt, wat opgegroeid bent met de Bijbelse geschiedenis, dan moet dat toch wel tot de verbeelding spreken. In ieder geval, al laat ik het eventjes heel persoonlijk halen. Er is geen figuur die mij persoonlijk zo ooit heeft aangesproken als juist Simson. Ik vond die verhalen met recht echt zo sterk, zo krachtig. En ik heb die verhalen ook verslonden. En ik wil vanmorgen eens inzoomen dus, op die misschien wel een van de allerbekendste geschiedenissen uit zijn leven. Namelijk dat wat hij heeft beleefd met Delila. Want ja, we hebben de twee voorgaande Bijbelstudies, de vorige bijeenkomsten hier in Zoetermeer, hebben we gewijd over de relatie. Hebben gewijd aan de relatie tussen man en vrouw. Maar laten we dan toch in ieder geval vaststellen dat daar ook wel andere voorbeelden in de Bijbel zijn die een heel wat minder gelukkig plaatje daarvan verhalen. En Simson is daar wel één voorbeeld van. Veel geluk met vrouwen heeft hij niet beleefd. Laten we eens eventjes bij het begin beginnen. Want wat ik vanmorgen vooral wil doen is, ja, dat verhaal, die geschiedenis lezen, gewoon vers voor vers, en eventueel bepaalde dingen toelichten. Maar wat ik vooral wil doen, dat is het allerbelangrijkste, het tegen het licht houden. En daarmee bedoel ik het licht. Wie is het licht? Dat is Jezus Christus. En als we deze geschiedenis tegen het licht houden, wat gebeurt er dan? Nou, hetzelfde als wat er gebeurt wanneer je een biljet tegen het licht houdt en ga je het watermerk zien. En dat is zo bijzonder als je de geschiedenis van deze figuur leest. Maar het maakt niet uit of je het hebt over David, of over Jozef, over Isaac, of noem maar op. Hou het tegen het licht en zo'n verhaal komt met recht tot leven. Dat wil zeggen, het spreekt van iemand die niet zoveel duizend jaar geleden is gestorven. Dat is natuurlijk wel zo. Maar het spreekt van iemand die vandaag leeft. Namelijk Jezus Christus. Tom had het er zojuist over. Ik bedoel, dat is maar niet iets waar we naartoe leven. Dat is iets waaruit we leven. Hij met recht leven. Hij leeft. Hij bracht onvergankelijk leven aan het licht.
En heel die Bijbelse geschiedenis die daaraan vooraf gegaan is, feitelijk is het niks anders dan één groot illustratieboek. Een plaatjesboek die voortdurend op alle mogelijke manieren wijzen op hem die zou komen. Hij die de dood zou overwinnen, onvergankelijk leven aan het licht zou brengen. En al die geschiedenissen die we in het boek Richteren, maar dat geldt dus voor talloze andere figuren, ook van Jefta of van Gideon, het spreekt allemaal van hem. Kan niet missen. Nou, laten we eerst eens eventjes bij het begin beginnen van wat betreft de geschiedenis van Samson. Alleen zijn geboorte is al een heel merkwaardig verhaal. Werd aangekondigd door een engel. Ik zeg het expres al, even dubbelzinnig, zodat u ook meteen al begrijpt van, haha, ik ken nog iemand bij wie dat zo gegaan is. Zomaar om een aantal overeenkomsten aan te stippen. Manoah's vrouw, want Manoah was de naam dus van Samsons vader, hij kon geen kinderen krijgen. Zij was onvruchtbaar. Naar de mens gesproken was zij niet in staat te baren. Niettemin, ze krijgt een kind. En wel een heel bijzonder kind. En dat was hij. Namelijk Samson. Vanaf de modderschoot af was hij een Nazireer God. Dat is heel bijzonder, want voor de rest vind je dat nergens in de Bijbel. Want er was een wet ook op Nazireerschap, maar dat was in deze altijd een tijdelijk fenomeen. Dat er geen scheermes op je hoofd kwam, dat je je haar niet schoor of knipte. Dat je ook geen wijn of sterke drank dronk. Maar Samson is vanaf de moederschoot, staat onder dat Nazireerschap. En wat dat betekent, nou daar zullen we in deze geschiedenis, die we vanmorgen dat onder beroep nemen, wel vanzelf ook achterkomen. En dan nog iets over zijn naam. Dat is mooi. Samson, dat heeft, als je dat in het Hebreeuws kijkt, dan zie je het woordje Shemesh in. En dat is zon. Samson betekent als de zon. Makkelijk eigenlijk te onthouden. Samson, ja. Dat is toevalligheid, dat geef ik toe. Maar niettemin, dat is het. Zijn naam houdt verband met de zon. Dus, hij woonde trouwens ook vlakbij een plaatsje, dat heette, en dat speelde nog in de Bijbelse geschiedenis diverse keren een rol, Beth Shemesh. En Beth Shemesh betekent dus huis van de zon. Dus over deze figuur hebben we het op deze zondag. Dat is Richteren 13. Zijn komst wordt er aangekondigd, dat is een heel lang verhaal nog, want die ontmoeting tussen Manoach en zijn vrouw en die engel, de wijze waarop dat allemaal plaatsvindt en uiteindelijk wordt hij dan geboren. En dan Richteren 14, dat is een schitterende verhaal. Ik herinner me dat we een aantal jaren geleden een tweetal studies ook hier op deze plaats hebben gehouden over alleen dit hier hoofdstuk al. Voor dat voorgenomen huwelijk met die Filistijnse vrouw, Samson, zou met haar gaan trouwen. Nou ja, feitelijk, je kunt verdedigen, hij is ook met haar getrouwd, maar reeds in de bruiloftweek ging het helemaal mis. En dan die geschiedenis, want daar heeft het nou alles mee te maken, met die leeuw die hij heeft overwonnen. Sterker dan de leeuw, en die gescheurde leeuw vond hij later bij terugkomst. Ik ga er nu dus even maar vanuit dat u dat kent, en zo niet, dan moet u dat allemaal nog maar eens een keertje nalezen. Maar in ieder geval vond hij honing in die leeuw. Scheurde leeuw, hij verscheurde hem als een lammetje, staat er, dat geofferd wordt. Het spreekt van hem die inderdaad stierf, die de leeuw van Juda is, maar in wie ook honing gevonden wordt. Dat wil zeggen levend woord, dat de ogen verlicht. Maar dat bleek dan ook weer de basis te zijn van een raadsel. Een verborgenheid die hij vertelde en ze kwamen er niet achter. Wat ik eigenlijk wil zeggen, want ik geef toe dat ik erg cryptisch ben, erg raadselachtig, maar goed, dat is goed te verdedigen in dit verband. Waar het mee te maken heeft, is dat de Heer kwam tot de zijnen, om de zijnen, zijn volk, te trouwen, tot bruid te werven. Maar in zijn eerste komst liep dat spaak. En wat ervoor in de plaats kwam, was een raadsel, een verborgenheid.
Ja, en dat heeft alles te maken met deze tussenliggende periode waar wij nu ons in bevinden. Dat is Richteren 14. Dan krijg je Richteren 15, geschiedenis. Tijdens de tarweoogst, als u trouwens over een aantal weken in. Dat is met Pinksteren, ja, met Pinksteren in Rotterdam bent, dan nodig u uit om daar eens naartoe te gaan, naar de samenkomst van mag ik de Bijbelstudie houden, of in ieder geval, dan ga ik spreken over dit hoofdstuk. Ik ben daar helemaal al op geprepareerd. Namelijk zo'n wonderlijk verhaal, maar ook schitterend. Pinkstervuur. Kent u die geschiedenis van dat Simson dan die 300 vossen vangt? Dat is toch echt geen, dat lijkt me geen kleine klus. Probeer het maar eens één vos te vangen, 300 vossen te vangen. Vervolgens bindt hij ze allemaal, wint hij er fakkels aan, hij koppelt ze 2 en 2. En die laat hij dan door de Filistijnse velden gaan, waardoor die, al die hele oogst ook naar de Filistijnen gaat. Ja. Daar komt het op neer. En dan krijg je later nog die geschiedenis van die ezelskaak, ook zo'n prachtige, ja, tot de verbeelding sprekende geschiedenis waarmee die 1000 man verslaat. Dat is Richteren 15. En dan komen we eindelijk in het hoofdstuk waar we vanmorgen dus ook wat op willen focussen. Eerst nog even over die eerste 3 versen. Dat is wel zo prachtig. We zongen zojuist dat niet over de, hoe was het nou? De poorten der hel, de poorten van het dodenrijk. Oh ja, wacht, nee, dat was niet dat lied. Dat was dat citaat uit Matteüs 16. Dat is ook zo. En de poorten, gij zijt Petra, en op deze Petrus zal ik mijn gemeente, mijn ecclesia bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Waarom? Omdat hij spreekt van de Zoon. De Zoon van de levende God. En waarom ik dat nu even aanhaal, is omdat Simson, die komt daar bij de boer. En je leest het in deze eerste verse. En dan wordt hij gevangen genomen in Gaza. Hij bevindt zich in het hol van de leeuw. Maar u weet, met de leeuw heeft hij geen problemen. Dus, en dan op de middernacht staat hij op. Ze hadden expres de poorten gesloten en ze zouden, het was kat in bakkie, ze konden hem zo gevangen nemen en ombrengen. Gebeurt niet, rond middernacht staat hij erop en hij sloot die poort uit de, of die deuren uit de poort, zeg maar, uit de opening. En hij brengt die poortdeuren naar de top van de berg. 58 kilometer verderop. Het staat er niet zo in de geschiedenis, maar dat kun je zo narekenen. Zoals het geformuleerd wordt. Schitterend verhaal. Kijk waar het van spreekt. Ga Simson in Gaza. De poorten van Gaza, laat ik het dan zo zeggen. De poorten van Gaza konden Simson niet tegenhouden. Denk even nu weer dubbelzinnig. Houd even tegen het licht. Je ziet het watermerk meteen weer. Hoe zegt Petrus later, ook weer Petrus, in Handelingen 2, de dood kon hem niet vasthouden. En hij breekt open. En wat doet hij als triomfator? Gaat hij naar de top van de berg. Dat wil zeggen, naar de hoogste hoogte klimt hij op en het embleem van zijn overwinning neemt hij mee. En daar is hij nu. Dus dat spreekt inderdaad van die man Gods, weet u, bij zijn geboorte was al gezegd, hij zal een begin maken met de verlossing van Israël. En daarmee verwijst hij door die formulering naar degene die de verlossing van Israël zou voleindigen. En wie dat is, dat lijkt me toch niet zo moeilijk. Naar de echte man Gods, de echte verlosser, die de verlossing voor Israël, maar niet alleen van Israël, uiteindelijk de hele wereld gaat completeren, gaat voleindigen. Wel, hij is het die gekomen is en Simson is een type daarvan. Hij is het die de poorten van het dodenrijk heeft geopend. Hij heeft ook de sleutels daarvan. Hij breekt open, hij maakt ook open. Er is trouwens een andere richter die heet zo zelfs. Jefta betekent, dus een andere richter die naam betekent, hij opent.
Nou, dat is wat Simson ook hier bij deze gelegenheid doet. Nou, wat ik u mee met deze dingen en met deze plaatjes even wil laten zien, is dat Simson in al zijn, in al die dingen die hij zo meegemaakt heeft, een plaatje is, een illustratie is van degene die zou komen, onze Heer Jezus Christus. Bent u in ieder geval een beetje warm gemaakt. In welke richting we hebben te denken als we de Bijbel openen. Het levend woord spreekt van hem die leeft. Deze illustratie komt uit de bundel, uit de kinderbijbel van W.G. van der Hulst. Van Cornelis Jetsers. Een schitterend klopt niet helemaal natuurlijk, want het suggereert alsof hij hier de berg opgaat. En hier de kapotte poort. Maar in werkelijkheid was het nog tientallen kilometers verderop. Wel een mooie illustratie. Goed, en dan zijn we nu eindelijk gekomen bij Richter 16 vers 4. Dan weten we in ieder geval een klein beetje over wie we het hebben. En hoe we dat ook willen benaderen. Eerst wil ik gewoon deze geschiedenis lezen zoals het zich aan ons voordoet. En ook met enige toelichting om de namen en bepaalde uitdrukkingen. Of hoe het er letterlijk staat. En dan pas aan het einde wil ik u laten zien hoe en in welk opzicht Simson en deze geschiedenis met Delila verwijst naar onze Heer Jezus Christus. Dus dat bewaar ik tot het einde. Zo hoort dat, hè? Het beste bewaar je voor het laatst. Daarna, staat er dan in vers 4 van Richter 16, daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek. Vaak wordt zij een hoer genoemd. Maar dat lees je in deze geschiedenis niet. Het was een vrouw waarvoor hij liefde opvatte. Of het een Filistijnse vrouw was, dat mag aangenomen worden. Maar zelfs dat staat er niet. Anders zeggen, het was een Amorische vrouw. En Amor had ze in ieder geval wel. Hè? Maar dat klopt niet wat ik nu zeg. Maar goed. Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek. Hij was, het voorgaande vers was er sprake over dat hij op de top van de berg is. Maar hier komen we echt in weer een heel nieuw venster. Je zou eigenlijk zo kunnen zeggen dat al die geschiedenissen van Simson, dat als je het typologisch bekijkt, dan is dat niet chronologisch, maar het zijn allemaal luiken. Hè? Zoals dat in de toneelkunst heet, of filmkunst, vensters. Weer een nieuw venster op de geschiedenis van Simson. Weer een nieuwe benadering waar we tegen hem aankijken. En dat dal Sorek, onder de vertalingen spreken over het druivendal, want Sorek betekent inderdaad zoiets als een wijnstok of druiven. En in de Statenvertaling wordt er gesproken over de beek Sorek, maar een beek stroomt altijd in het dal, dus dat komt in de praktijk wel hetzelfde neer. En de Concordant Version spreekt over de Wadi Sorek, maar zo heette die beek en nu eenmaal in die omgeving. Daar, in dat dal Sorek, daar woonde die trouwens ooit. Hij was daar ook groot geworden in die omgeving. Wat was het ook wel? In Sora. Want, laat ik dan even een plaatje geven. Het is niet een al te helder beeld, maar in ieder geval helder genoeg om u even een indruk te geven. Hier heb je Jeruzalem. Wat later Jeruzalem zou gaan worden, moet ik eigenlijk zeggen. En hier de grote Filistijnse steden, Ekron, Asdod, Ashkelon, Gaza. Gat, niet te vergeten. En Sora, dat was het gebied waar, of de stad, of het stadje, het dorp, waar Simson opgroeide en geboren was. Timna, dat was die plaats waar hij ooit zijn bruid vond. Weet u wel waar die geschiedenis, die trouwerij die al heel snel misliep. Dat was Timna. En daartussenin heb je dus dat druivendal, dat dal van Sorek. Dus dat is ergens zo halverwege de kust en Jeruzalem in. Zulke grote afstanden zijn dat nou ook allemaal niet. Dus dat is om u enigszins een indruk te geven van hoe dat topografisch in elkaar steekt. En dan lezen we verder. Hij valt de liefde op voor een vrouw in het dal Sorek, Delila genaamd. Daar is wat, nogal wat om te doen geweest, dat wil zeggen wat de precieze betekenis is. Maar de simpelste is gewoon dat dit verwijst naar Layla.
Delila. Als u Hebreeuws kunt lezen, dan ziet u hier Delila. En als je dit gele gedeelte neemt, dan staat hier Laila. En dat is gewoon het Hebreeuwse woord voor nacht. Laila tof, zeggen ze in Israël. Goedenacht. En als je het zo leest, dan wordt het een bijzonder deze geschiedenis. Want ik wil u eraan herinneren dat Samson Shemesh van afgeleid is van Shemesh, dat wil zeggen zon. Dus Samson en Delila is feitelijk de zon gaat onder in de nacht. Want deze geschiedenis spreekt inderdaad over de ondergang en het sterven van Samson. De zon, Shemesh, Samson, gaat onder in Delila. Nou, laat ik het dan op zijn Engels zeggen, Delila. Zo zeggen ze dan. Ik zal ze afwisselend zomaar deze dame noemen. Delila, Delila. Als je het zo zegt, als je de betekenis van de naam even vasthoudt, dan wordt dit ineens ook heel sprekend, want dit is het slot, de slotepisode in het leven van Samson. Samson en Delila, Delila. De zon gaat onder in zijn leven. In de nacht. Nou, dat lijkt mij ook een aardige aanduiding. Een mooi opschrift. Ook typologisch, illustratief. Voor deze hele geschiedenis. Als slot van Samsons leven. Trouwens, het laatste stuk zullen we nog onbesproken laten, namelijk dat hij in de tempel van Dagon belandt en daar uiteindelijk de grootste overwinning in zijn sterven behaalt. Maar ik begrijp, als ik het zo zeg, dan heb ik het ook heel typologisch gezegd. De grootste overwinning haalde hij door zijn sterven. Goed, Delila. We moeten verder gaan, want het is een vrij lange geschiedenis. Op alle versen kan ik niet te veel zeggen, maar trouwens het verhaal spreekt ook voor zich. Je leest dan vervolgens, en de stadvorsten van de Filistijnen, je leest altijd in de Bijbel over de vijf steden van de Filistijnen, vijf stadsvorsten. Wel, het wordt dus op zeer hoog niveau allemaal afgewikkeld, want die komen dan bij haar. Ze krijgen er lucht van dat ze een relatie heeft met Samson, die gevreesde figuur, gehate figuur onder de Filistijnen. Die komen dan bij haar en ze zeiden tot haar: tracht door overreding van hem te weten te komen waardoor zijn kracht zo groot is en hoe wij hem kunnen overmeesteren en binden om hem te bedwingen. Met andere woorden, ontfutsel zijn geheim en verraad hem. Het is niet de eerste keer trouwens dat dit Samson overkomt, want dit was eigenlijk een wel parallel met wat we lezen in die geschiedenis met de vrouw van zijn eerste vrouw, zal ik maar zeggen, die in Timna, weet je wel, die moest ook toen van haar familie en de omstanders op dat feest het geheim van Samson zien te ontfutselen onder dreigement. Dat lees je dus in Richteren 14. Het is eigenlijk weer een herhaling feitelijk van de geschiedenis. Ze wordt dus ertoe geprest, eigenlijk omgekocht, want we lezen dan vervolgens dat ze zeggen: wij, dat zijn die stadsvorsten dus, die zijn bereid daar dik voor te betalen, want ze zeggen: wij zullen u dan en ieder 1100 zilverstukken geven. Wat dat precies is, daar ben ik eigenlijk nog steeds niet achter gekomen. Behalve dat het een heleboel is, want in het ene handboek staat dat is zo ongeveer 10.000 euro. En in andere handen boeken zouden dat het in de miljoenen liep. Dus, maar goed, het is een flink bedrag. Laten we daar dan maar even op houden. Om zilverstukken zou ze hem verraden. Goed. Hoe zeggen ze dat dan? Geen commentaar verder. Omkoping, steekpen. Toen zeide Delila tot Samson: vertel me toch waardoor uw kracht zo groot is en waarmee gij gebonden zou moeten worden om u te bedwingen. Om u, letterlijk staat het, te verontmoedigen, te vernederen. Wat moet ik nou eigenlijk doen? Samson, lezen we, had haar lief.
Maar die liefde blijkt dus niet wederzijds te zijn. Nou ja, ze wendt dat wel zo voor, maar ze is omgekocht. En ze is bereid om hem te verraden en over te leveren. Ja, een heel tragisch motief natuurlijk. En dan zie je dat Simson daarop reageert. Simson zei tot haar: indien men mij bindt met 7 verse pezen, dat wil zeggen, pees, dat is volgens een medische term of een biologische term, dat is de verbinding tussen spieren en botten. Dat is uiterst krachtig en sterk. Verse pezen die nog niet verdroogd zijn, die dus de grootste kracht nog hebben, dan zal ik machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Letterlijk als een der mens, of een der van de mensheid. Dat is een enkel verschil tussen mij en een ander. Simson speelt feitelijk het spel mee. Ik zal je straks ook daar nog wat meer over zeggen, maar eerst lees ik nog even verder. Toen brachten de stadvorsten van de Filistijnen haar 7 verse pezen. Ze willen dus volledig hun medewerking aan dit alles geven. En dat doen ze en ze geven die 7 verse pezen die nog niet verdroogd waren en zij bond hem daarmee. En terwijl zij in haar binnenvertrek, in hinderlaag lagen, toen riep zij, die bekende uitdrukking, de Filistijnen over u, Simson. Maar hij staat op, hij verscheurde de pezen zoals een vlasnoer verscheurd wordt wanneer het vuur geroken heeft. Met andere woorden, het was helemaal niets voor hem. Het was totaal niet bestand tegen die kracht die hij had. Maar staat er dan bij, het werd niet bekend waarin zijn kracht lag. Lees met me. Delila zeide tot Simson: zie, je hebt me bedrogen en mijn leugens verteld. Zeg mij nu toch waarmee gij gebonden kunt worden. Ja. Delila, let op, stelt 3 keer deze vraag. Ze krijgt 3 keer een verkeerd antwoord, dat is waar. Maar dat komt ook. Ze stelt ook 3 keer een verkeerde vraag. Ze vraagt: zeg mij toch waarmee gij gebonden kunt worden. Ze veronderstelt daarmee, het zit hem gewoon in, er moet iets zijn waarmee je gebonden wordt en waartegen je niet bestand bent. Maar dat was het punt helemaal niet. Pas bij de 4e vraag stelt ze de vraag ook correct. En uiteindelijk blijkt dat dan ook de reden te zijn dat Simson zijn antwoord geeft. Het correcte antwoord. Maar 3 keer stelt ze dus niet deze vraag: waarmee kunt gij gewonden worden? En 3 keer geeft Simson een antwoord. En soms heel voor de hand liggend. Wat laat ik u nou dan vers 11 voorlezen? Want er staat er: en hij zei tot haar, indien men mij stevig bindt met nieuwe touwen, die nog niet gebruikt zijn, dan zal ik machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Simson dit echt met pret in zijn ogen gezegd heeft. Om dit tegen haar te zeggen. Want als we namelijk even teruglezen in Richter 15, nou laat ik het gewoon even zien, ik heb het voor me liggen. Richter 15, ik heb er geen diaatje van, maar er staat in vers 13. Dan komen de Israëlieten om Simson gevangen te nemen, om hem dan vervolgens over te leveren aan de Filistijnen. En dan maakt hij een deal met ze en dan zegt hij in vers 13 van hoofdstuk 15 dus: hierop zeiden zij tot hem, nee, wij zullen u wel binden en aan hen, de Filistijnen, overleveren, maar doden zullen wij u niet. Dat wil zeggen, de Israëlieten die zeggen van, vertrouw ons, dat doen we niet. En zij bonden hem, de Israëlieten, met 2 nieuwe touwen en voerden hem uit de rotsspleet mee. Rotsspleet, ja. Met dubbel S. Zodra hij te Lehi gekomen was en de Filistijnen hem met gejuich tegemoet kwamen, greep de geest des Heren hem aan en de touwen om zijn armen, waren dus nieuwe touwen, en de touwen om zijn armen werden als vuur verbrande vlasstengels en zijn banden smolten weg van zijn handen.
een wonderbaarlijk gebeuren, maar dat betekent dus, Simson had ervaring met nieuwe talen. En hij wist, het is peanuts. Ik weet een heleboel mensen zeggen, dit zijn sterke verhalen. Nou, dat zijn ze ook. Maar hij was een Nazireër gods. En hij had de geest des Heren. Het was kracht van boven die hem aangreep. En die bleek er dus helemaal niet tegen bestand te zijn. En we lezen even verder nu weer in de geschiedenis van Simson en Delila. Daarop nam Delila nieuwe touwen. Ze volgde hem dus op. Misschien heeft ze wel aangevoeld van ik word in het ootje genomen, dat weet ik niet. In elk geval, ze probeert het uit. Daarop nam Delila nieuwe touwen, bond hem daarmee en riep hem toe: de Filistijn over u, Simson! Hij lag in het binnenvertrek, mannen in hinderlaag. Daar heeft Simson ongetwijfeld geen weet van gehad. Maar in elk geval, hij scheurde ze van zijn armen af als een draad. Niet een nieuwe touw, maar een draadje. Delila zei tot Simson: tot nu toe hebt gij mij bedrogen, mijn leugens verteld. Zeg mij, waarmee gij gewonden kunt worden? Let op, dit is de derde keer dat ze weer deze verkeerde vraag gesteld wordt. Dat was een verkeerde vraag. Ik bedoel, ze veronderstelt met deze vraag dat het probleem zit in de binding. En toen zeide hij, Simson, tot haar: als gij 7 haarvlechten van mijn hoofd met de schering van een weefgetouw samenweeft. Nou, wat hij precies hier bedoelt, dat is niet helemaal duidelijk, maar het komt er in ieder geval op neer. Eén blijkt in elk geval dat hij zijn lange haren was verdeeld in 7 haarvlechten. En nu komt hij toch wel heel gevaarlijk dichtbij het ware antwoord. Hij geeft het antwoord niet, maar hij begint nu al te verwijzen naar zijn haar. Als je dat vastmaakt met de schering van een weef en met een weefgetouw samenweeft. Anderen hebben dan, maar dat heeft dan weer met vertalingen te maken en de wijze waarop een woord precies begrepen moet worden. Waarbij dan de gedachte zou zijn dat hij ook vastgepind werd in de muur dan vervolgens. Maar anders spreken dat weer tegen. Eén ding is duidelijk, dat haar, die haarvlechten, die moesten zodanig vastgebonden worden dat hij geen kant op kon. Nou, en dan lees je Delila, die voert dat in de praktijk uit en ze hechten ze vast met een pin. Waarna zei hem toeriep, de derde keer: de Filistijn over u, Simson! Maar toen hij uit zijn slaap ontwaakte, rukte hij de weverspin en de schering los. En ze zeiden hem: hoe kunt gij zeggen, ik heb u lief, terwijl uw hart mij niet toebehoort? En dan denk ik bij mezelf, zij. Simson hield echt van haar. En ik weet, in deze geschiedenis is mij vaak op. Even een opmerking tussendoor. Misschien toch wel van belang. Omdat het is mij opgevallen, dat is al heel vaak mij gebleken, dat als Bijbelse geschiedenissen doorgegeven worden, dan wordt vooral gelet op de morele, of de, zo u wilt, de moralistische les die we daaruit zouden trekken. En dat is me ook weer opgevallen bij deze geschiedenis. Ik lees in deze hele dit hele verhaal, in deze hele geschiedenis, niet enkel moreel oordeel. Er wordt hier iets verteld, hoe het gegaan is, maar niet wat Simson daarin fout zou hebben gedaan, want dat wordt dan gezegd van ja, Simson is hier helemaal fout bezig. Nou, ik daag u uit om dat te bewijzen. Ik lees dat niet. Simson had deze vrouw lief en hij heeft het spel meegespeeld, zolang, dat wil zeggen, hem wordt een vraag gesteld. Een foute vraag, en hij geeft een fout antwoord. Maar, nou komt ze dichtbij. Ze komt nu heel dichtbij, let op. Want ze zegt, jij houdt van mij. Hij zegt, maar nu gaat ze me uitdagen, terwijl uw hart mij niet toebehoort. Nu hebt gij mij reeds 3 bedrogen. Nou, bedrogen is dat eigenlijk bespot. Eigenlijk belachelijk gemaakt. Vandaar ook dat ik gebruik, hij speelde het spel mee. Hij maakte gewoon, hij spotte met deze dingen. Ik, met andere woorden, ik ben helemaal niet te binden.
Bind me met verse pezen, bind me met nieuwe touwen, bind me haren vast. Als met een weversboom, of zodat ik geen kant op kan. Ik ben niet te binden, dat is wat hij zegt. Al die banden breek ik los. En dat heeft hij gewoon op een bespottelijke wijze, heeft hij dat duidelijk gemaakt. Maar nou zegt ze, geef me drie maal bedrogen, of letterlijk staat het bespot. Ik weet dat dit inderdaad de betekenis is, want je leest, ik geef expres even de verwijzing naar 1 Koning 18, vers 27, waar je leest over die geschiedenis van Elia. Sommige mensen zeggen, ik mag niet spotten. Nou, dan moet u de Bijbel nog eens goed lezen. Want in de geschiedenis van Elia, dat hij bij die priesters van Baal is, gaat hij ze toch belachelijk maken. Dat is blasfemisch. Dat wil zeggen, hij heeft al die goden, zet hij gewoon, nou niet al die goden, de Baal, die zet hij gewoon te kijken. En hij bespot ze. Nou, daar wordt hetzelfde woord bespotten ook weer gebruikt. In het Hebreeuws exact hetzelfde woord. En dan wordt het ook zo vertaald, omdat het woordje bedriegen dan totaal niet past. Dat kan niet. Dus het is niet bedriegen, het is bespotten. Dat is wat ze zegt. Je hebt me nou drie keer bespot en mij niet verteld waardoor uw kracht zo groot is. Aha, nou komt ze dichtbij. Nu stelt ze inderdaad de enige correcte vraag. Eerst veronderstelde ze nog dat het zit in waarmee hij gebonden zou worden. Nou, dat blijkt dus geen enkele rol te spelen. Welke variant je ook kiest, hij spot het daarmee. Nu stelt ze de vraag, waardoor is uw kracht zo groot? En ze heeft zo'n hele moeite gehad om dat te vertellen. Om werkelijk zijn identiteit bekend te maken. We moeten eraan denken, ik zeg het maar eventjes nu ook, meteen om even in ieder geval ook die rode draad van deze hele morgen vast te houden. Een rode draad, ja. Maar dat hij... wat wilde ik nou zeggen? Nou, ik zeg dan wat je naar het voorwaarden denk. Dat ze hier voltallig aanwezig is, die verbaast dit helemaal niet. Dit maken ze dagelijks mee. En ik ben dagelijks het voorwerp van spot om deze reden. Als het heel erg gaat worden, dan moet ik maar zo opbouwen met spreken, denk ik. Goed, als het niet erger wordt dan dit. Het gebeurde dat zij dag aan dag bij hem met vragen was blijven aandringen en aanhouden. En hem bleef benauwen. Want dat is eigenlijk wat ze deed. Ze maakte hem, want het staat hier aandringen, maar ze maakte hem gewoon benauwd. Hij wilde dit niet vertellen. Nou, ineens weet ik weer wat ik wil zeggen. Want ik ken nog iemand. Dat is het. Ik ken nog iemand. Niet een Nazireër, maar een Nazareëner. Die niet wilde vertellen wie hij eigenlijk was. We hadden het over deze geschiedenis. Tom begon er al over. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, de een dit, de een die, en anders zeggen Jeremia, een van de profeten. Wie zeg jij dat ik ben? Of wie zeggen jullie? Dan zegt Petrus, u bent de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt de Heer tegen hem, vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En dan staat er achter en hij verbood met nadruk iemand te vertellen dat dit de waarheid was.
Dit mocht niet bekendgemaakt worden. Het was waar, maar het was prematuur. Later zou het bekendgemaakt en aan het publiek verteld worden. Maar in deze fase nog niet. Het zou niet verteld worden. Weet u wie daar onder andere ook bij zat? Of stond? Judas. En weet u wat Judas gedaan heeft? Die heeft uit de school gekomen. Die heeft later dat doorgegeven, dat weten we, want op een gegeven ogenblik bij het proces van de Heer Jezus, als dat dan helemaal stuk loopt, want getuigen spreken elkaar allemaal tegen en zo, dus dan blijkt uiteindelijk blijkt het proces te stokken, dan komt op een gegeven ogenblik de hoge priester, die gooit het hoge woord eruit. Ik bezweer u, zegt hij dan, bij de levende God, zijt gij de Christus, de Zoon van God. Ik citeer het vrij, maar dat is dan wat hij zegt. En dan moet de Heer inderdaad bevestigen. Dat is het. Maar hoe wist de hoge priester dat? Mocht niet verteld worden. Wie had het doorgegeven? Nu blijft deze Delila maar aandringen. Hem benauwen. Nou, dag aan dag zeuren. Hoe is dat? Staat ergens in boek Spreuken. Beter te wonen op de hoek van een dak dan met een zeur. Ja, het staat in de meeste vertalingen staat het met een vissige vrouw, maar staat in de Golden Version staat een nagging, een zeurende vrouw. Ja. Ze bleef, maar in ieder geval, hij had haar lief en ze bleef hem benauwen en aanhouden dat hij ongeduldig werd tot stervens toe. Hij werd met recht dus. Letterlijk, hij werd verkort tot stervens toe. Hij werd er doodsbenauwd van. U moet zich realiseren, hij hield van haar. En nou moest hij dit... hij moest zijn geheim gaan vertellen. En uiteindelijk doet hij dat ook. Want er staat er, hij werd doodsbenauwd, hij werd verkort tot stervens toe. Dat wordt heel sterk gezegd. En dan kun je zeggen, dat is overdreven. Zo staat het er. En dan staat er, en als die dan zo tot stervens toe benauwd is, en dan staat, hij gooide zijn hele hart voor haar bloot. En zijn hele hart voor haar blootlegde. Hij vertelde dat wat er in zijn hart zat. Tegen de vrouw die hij lief had. En ik weet, dan zeggen ze, dat had hij nooit mogen zeggen. Hoezo niet? Hij was daar terughoudend in. Maar waarom niet? Nou, ik stel het nu als vraag. Ik beweer niks. Maar ik bedoel, men beweert soms van die dingen over deze geschiedenis. Ook over dat wat Simson hier doet. Ik zeg maar, kun je dat hard maken? En ik heb trouwens nog een argument achter de hand. Maar daar komen we vanzelf nog op. Dus hij legde zijn hart voor haar bloot. En hij zei, geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen. Ik vind het prachtig. Als je dit goed op je Latijn werkt. Dit. Uiteindelijk. Het hoge woord gaat uit. Reken maar dat Simson hier. Dat dit een enorm aangrijpend moment ook voor hem is geweest. Zijn geliefde vrouw. Of nou zijn vrouw was niet. Maar in ieder geval. Hij hield van haar. Misschien wilde haar trouwen. Ik weet het niet. In elk geval. Hij hield van haar. En dan uiteindelijk zegt hij. Geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen. Want ik ben van de moederschap af een Nazireër Gods. Aan God gewijd. Ja, en dan moet ik erbij zeggen. Dat lange haar in de Bijbel. Dat heet in de Bijbel. Ik geef u de referentie er ook meteen bij. Dat heet vrouwenhaar. Lang haar is de heerlijkheid van een vrouw. En als je de uitleg daarvan ook leest in 1 Korinthe 11, dat soort symboliek, dat zijn wij allemaal kwijt. Dat is ons probleem, dan moeten we niet zeggen van de Bijbel, ouderwets, maar dan moeten wij zeggen van wij zijn een heleboel dingen en symboliek kwijtgeraakt. Benader het nou eens een keertje zo. Wij zeggen van ja, wij zijn veel verder. Van huis bedoel ik. Dat is het. We zijn veel verder van onze oorsprong verwijderd, zodat allerlei dingen die voor vroeger nog vanzelfsprekend waren, wij niet meer weten. In ieder geval lang haar heeft te maken met een volmacht op het hoofd. En als u niet geloven wil, moet u dat maar eens lezen in 1 Korinthe 11.
En dat is waar hij onder stond. Hij was gewijd aan God. Hij was onder de macht. Ondergeschikt aan God op een hele bijzondere wijze vanaf de moederschoot. En dat is wat hem ook een Nazireër maakte. Nog meer dan wat ik nu zeg. Maar ik lees even verder. Indien ik geschoren werd, zegt hij, zou mijn kracht van mij wijken. En ik zou machteloos wezen, zoals ieder ander mens. Een frase die we nu al een aantal keren gelezen hebben. De kracht van Simson, de macht van Simson, die werd gesymboliseerd in de volmacht, namelijk dat lange haar, op zijn hoofd. Dat is wat hij zegt. Dat is mijn geheim. Het lange haar spreekt daarvan, van die toewijding. En nu heeft hij zijn hart blootgelegd voor haar. En dan lees je ook dat Delilah heeft donderslag in de gaten wat er nu aan de hand is. Toen Delilah zag dat hij zijn hele hart voor haar blootgelegd had. Nu liet ze de stadsvorsten van de Filistijnen roepen. Dat deed ze bij die andere gelegenheden niet. Dus toen heeft ze al in de gaten van nou, ik weet het niet zo net. Probeer het, maar dit is het niet. Nu wist ze, hij heeft nu zijn geheim bekend gemaakt. Dit moet het zijn, dat kan niet anders. Toen liet ze de stadsvorsten van de Filistijnen roepen. En zeiden, ditmaal moet gekomen. Want hij heeft mij zijn hele hart blootgelegd. Nou, de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen bij haar. Ze brachten het geld mee. Verraden. Omgekocht. En dan lees je, daarop liet zij hem op haar knieën inslapen. Daar zijn hele mooie plaatjes. Wat je in deze versen nu leest. Is ook, leent zich ook erg voor de verbeelding. Schilderijen, als ik me niet vergis, heeft Rembrandt daar ook nog wel een schilderij van gemaakt. In elk geval, dit deel van de geschiedenis. Daarop liet zij hem op haar knieën inslapen. Riep iemand en liet de 7 vlechten van zijn hoofd afscheren. En zo begon zij hem te vernederen. Dat betekent dus in haar macht te krijgen. En dus in de praktijk betekent dat inderdaad zoiets als in bedwang te krijgen. Want zijn kracht week van hem. Ik vind dit nog steeds een wat raadselachtige uitspraak. Want hoe heeft ze dat in de gaten? Heeft ze er in de gaten gehad terwijl ze dat deed? Dat kracht aan hem onttrokken werd? Van hem afvloeien of zo? In ieder geval, dat is wel de wijze waarop het zich zo aan ons aandringt. En zij riep, de Filistijn over u, Simson. Nu voor de 4. En toen ontwaakte hij uit zijn slaap en hij dacht, evenals de vorige keren zal ik vrijkomen. En mij losrukken, maar hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Hij wist het niet. Dat wil zeggen, Simson, laat ik het in ieder geval zo formuleren. Simson was zich van geen kwaad bewust. Hij had een geheim verteld. Maar hij heeft niet eraan gedacht, kennelijk, u zegt dat is naïef. Maar hij heeft er niet aan gedacht dat zij hem zou verraden. In verraden in het huis van zijn geliefde. Als ik het zo formuleer, dat is eventjes voor de speurders onder u. Lees het eens na in Zacharia 13. Dan lees je dat de Messias ook wordt aangesproken. En dan wordt ook gevraagd, dat is een tafereel in de toekomst. Wat zijn dat voor wonden in uw handen? En dan zegt hij, dat zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. En dat is wat er hier gebeurde. Hij hield van deze vrouw en deze vrouw heeft hem verraden. Denk dan aan de 12. En dan mag u denken aan de 12 discipelen. En u mag specifiek denken aan Judas, die hem inderdaad heeft verraden in letterlijke zin. Je mag ook denken aan het volk Israël die hem heeft overgeleverd om hem te doden. Maar de Heer was van hem geweken. En dan moet ik trouwens nog aan iemand denken die dat ook uitriep. Mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? Zijn kracht was ontvloden. Hij wist het niet. Hij had er geen idee van. Maar hij was dus
En hij was verraden door zijn geliefde. En de Heer was van hem geweken. Hij was nu overgeleverd aan zijn vijanden. Die konden nu doen met hem wat hij wilde. En de Filistijnen, lees je dan, ik lees verder. De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit. Het wordt compleet duister voor Simson. Nu dus. Ja, ik moet dan weer denken aan voor iemand voor wie het ook compleet duister werd. Die toen ook riep, mijn God, Eloi, Eloi, lama, sabachthani. Maar ik denk ook nog eventjes aan Delilah, Delilah, de nacht. Zo duister was het nu geworden. En ze voerden hem, staat er dan, naar Gaza en boeiden hem met twee koperen ketenen. Dat zou voorheen geen probleem geweest zijn. Maar let even op, Gaza. Hé, hey. Kort tevoren, kort voor deze geschiedenis, lazen we over Gaza. Dat was die plaats dus waar hij opgesloten was en vroeg in de morgen bleek dat hij de triomfator was. Bij het aanbreken van het morgenlicht bleek dus dat de poort was opengebroken, zo staat het er. Dat was in Gaza. In feite, als hier dan staat, en ze voerden hem naar Gaza, is feitelijk dus een hoopvolle mededeling. Ik bedoel typologisch dan, hè? Als we hem tegen het licht houden. Ze boeiden hem aan twee koperen ketenen en hij moest in de gevangenis de molen draaien. Weet je wat er letterlijk staat? Als de gevangenis het huis van de gebondenen. Hij, voor wie geen enkele binding veilig was, maar nu bevond hij zich... Hij had zijn identiteit bekendgemaakt. En er was met zijn... Dat is een leuke uitdrukking in dit verband. Leuk. In ieder geval verpand. Er was met zijn kalf geploegd. Ja, dat is ook een uitdrukking uit de geschiedenis van Simson. Er was met zijn kalf geploegd. Hij was verraden door zijn liefhebbers. En nu was hij zelf een gebondene. En we moesten de molen draaien. Nou, de geschiedenis gaat dan nog verder natuurlijk. Want uiteindelijk komt hij dan in de tempel van Dagon. Maar hier eindigt strikt genomen die geschiedenis met Delilah. Oh ja, dan lees je ook nog tenslotte in vers 22. Maar van het ogenblik af dat zijn hoofdhaar afgeschoren was, begon het weer aan te groeien. Ja, de, denk je dan, dat is toch logisch? Dat is toch altijd zo? Ja, maar let er even op. Het haargroei bij Simson was van een andere orde. Want dat betekent, hij kreeg zijn kracht weer terug. En feitelijk is dit al een opstap naar de volgende. Naar het laatste bedrijf, zeg maar, in deze hele... In deze geschiedenis, in deze film, om zo te zeggen. Goed, nou, dat is de geschiedenis. We hebben, ik heb zo wat aantekeningen los erbij geplaatst. Vers voor vers hebben we het zo gelezen. Zodat we in ieder geval weten over wie we het hebben, of wat voor geschiedenis we het hebben. Maar nou wil ik het inderdaad, ik had het beloofd, het eind wil ik ook vertellen. Waar spreekt dit nu van? Simson en Delilah. Nou, laten we het eens op een onderwerp. In feite, als je goed geluisterd hebt, dan ligt het al, nu wel voor de hand. Maar ik wil ook een aantal dingen graag nog, in ieder geval ook samenvattend wijzen. De zon... Onder in de nacht. Simson en Delilah. Hij is verraden en overgeleverd in het huis van zijn liefhebbers. Van zijn liefhebber of liefhebster in dit geval. Maar u begrijpt. Verraden, overgeleverd. Degene die hij lief had. Ook verkocht om zilverdingen. Al deze opmerkingen, hoe kan ik eigenlijk plaatsen zonder er veel al te veel toelichting bij te geven? Want u begrijpt de link. Als het eenmaal tegen het licht houdt, dan ligt het zo voor het grijpen. Dat is eigenlijk het grootste gedeelte van deze geschiedenis. Die bewijst vooral hoe hij spotte. U weet nu waarom ik dit woord gebruik. Hoe hij spotte met alle bindingen, alle banden. Maar dat is toch precies zoals wij de verlosser van Israël kennen. Die alle banden losmaakte. Wanneer de waarheid zal u vrijmaken, sprak hij ooit, Johannes 8.
En dus, het is de zoon die vrij maakt. Die de banden losmaakt. Hij maakt de demonische banden los. In dat verband wordt inderdaad ook gesproken over losmaken. Over alle banden, bindingen met ziekte maakte hij los. Alle dodelijke banden. Mensen die gevangen zaten in de dood. Hij deed ze opstaan. Bij meerdere gelegenheden. De jongeling van Nain, om hem wat te noemen. Lazarus, zijn vriend. Alle zondige banden. Hij is degene die alle bindingen losmaakt en daarmee spotten. Nou, dat is wat het grootste gedeelte van deze geschiedenis vooral ook illustreert. Geen band voor hem was te sterk. Of hij was zelf krachtiger. En dan vergeet ik er nog één mee, alle traditionele banden. Ik heb hem helemaal onderaan staan, maar het is wel zo. Eén band is die een mens bindt, dan is het wel traditie. En waar, mens, en waar, de volks, waar het volk en de leiders van Israël vooral mee bezig waren, is de mensen te binden aan hun eigen overlevering. Maar het woord van God bevrijdt. Dat is wat de Heer eigenlijk ook in zijn leven verteld heeft. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, gebonden ook zijt. Ik zal je rust geven. De banden van de traditie maakte hij los. Ja, en dan nog iets. Wat deze geschiedenis illustreert. Als hij zijn ware identiteit gaat vertellen, bekend gaat maken, zijn hart blootlegt aan degene die hij lief heeft, dat wordt hem fataal. Dat wordt uiteindelijk de reden dat hij gedood wordt. Ziet u de lijn, de parallel? En dan wordt hij als een, dat is Jesaja 53. Je kent de tekst wellicht. Als een schaap wordt hij geschoren en als een lam ter slachting geleid. Jesaja 53 vers 7. Dat is wat eigenlijk Simson. Hij wordt geschoren. Ontdaan van zijn luister, van zijn macht, van zijn volmacht. Hij had de volmacht om alle banden te breken. En nu wordt hij maakt zichzelf bekend als de zoon van God. En hij wordt verraden bij zijn liefhebbers. En zo wordt hij overgeleverd. En dat wordt de reden dat hij gedood wordt. Hij wordt geschoren en als een lam ter slachting geleid. Van God verlaten. Ja, dat wil zeggen, overgelaten. God heeft hem, natuurlijk, je kan zeggen, de Heer was altijd bij. Dat was van de Heer Jezus. De Heer zegt ook, allen zullen mij verlaten, maar hij is bij mij. Maar God heeft hem wel overgelaten aan zijn vijanden. En de complete duisternis overvalt hem. Ja. En tenslotte wordt hij afgevoerd naar Gaza. En denk erom, dat is ook waar ik dan mee wil afsluiten. Dat is de hoop. Daar in Gaza, dat was die stad waar hij de poort ontzette en daaruit brak. Geen macht hield hem tegen. En uiteindelijk zal hij inderdaad degene van wie hij spreekt. Dat is degene die de triomfator is. En u hebt het plaatje al eerder gezien, maar ik wil hem nog een keer tonen. En daarmee wil ik inderdaad ook afsluiten. En ik hoop één ding in ieder geval hiermee ook duidelijk gemaakt te hebben. Niet alleen maar dat dit een mooi verhaal is, bijzonder, tot de verbeelding sprekend. Vooral wil ik dat u gaat zien dat heel de schrift, en ook zo'n geschiedenis van Simson, tot leven komt omdat het spreekt van hem. Van die sterke man. Inderdaad. Hij in wie kracht is. Ik ken iemand die ook zo heet. Boas. In hem is kracht. Wel, in hem is kracht. Hij maakt alle banden los. Maar hij is uiteindelijk zelf. Hij die bevrijdde, werd uiteindelijk zelf gevangen genomen. En hij die alle banden losmaakte, werd uiteindelijk zelf een gebonden, in het huis van de gebonden. Hij stierf, maar er is niet bij gebleven.
met name juist deze geschiedenis van die overwinning. Die poort die hij openbreekt. De poorten van het dodenrijk breekt hij open. En hij is nu daar op de top. Daar is hij onttrokken aan het oog. Maar de triomfator. Geen macht die David zo omkruilt. U had niet een beter woord kunnen uitspreken, want dat is precies de kind wat we gaan zingen. Want goedemorgen. Het is Pasen geweest en ik stel voor dat we een nieuw lied gaan zingen, maar u kent het al. Maar het eerste stukje van Onbekend, maar u zingt het na één keer voorzingen uit voorborst mee. Vertroosten, verkwikken aan de bron die nooit ophoudt. Er zijn ook landen en christenen die vervolgd worden, waar het allemaal niet kan, waar het niet mogelijk is, die stiekem moeten samenkomen. We willen over hen bidden, dat u ze sterk maakt, maar wat hebben ze een rijke bron. Wat zijn de mogelijkheden toch ook aanwezig om zich elke dag aan u te verblijden. We willen bidden voor de zieken die hier vandaag niet kunnen zijn. We willen bidden voor Esther. Van wie het leven toch iedere dag een zware strijd is. En misschien zijn er wel veel meer onder ons die een moeilijk leven hebben. We bidden alsjeblieft om een vreugdevolle dienst
waarin u centraal mag staan, mevrouw, of anderen de woorden mag spreken van u, want het gaat om uw stem alleen. Spreekt u mij door, anderen heen, en vervul ons alleen met u. In Jezus' naam. Amen. Ja. Het Pasen. Wij zelf hebben een fijne Pasen gehad. Ik hoop dat u ook een fijne Pasen hebt gehad. Wij zijn eerst met de dienst geweest zondag. En maandag zijn we met de kinderen naar de kinderboerderij geweest. Hij mocht eentje verder, want Petrus had geen fijne Pasen. Denk ik zo. Een poos daarvoor was het nog heel mooi met Petrus geweest, en voelde hij zich zo ontzettend mooi en rijk en sterk. Toen vroeg de Heer Jezus aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, de mensen dachten die en de mensen dachten die. En toen vroeg de Heer Jezus aan Petrus, of Simon, wie zeg jij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tot hem, zalig zijt gij, Simon, Barjona. Want vlees en bloed heeft ze ook niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen de hel niet overweldigen. Kijk, dat is een opsteker voor Petrus. Maar hij is Simon. En Simon betekent, hij luistert. En toen mocht hij zomaar de naam Petrus gaan krijgen. Rots. En misschien ging hij ook al naast zijn schoenen lopen. Ik weet het niet. Ik dacht van, nou, de Heer noemt me toch maar een rots. Maar ik vertel u al van Petrus van Pasen, dat waren niet van die mooie dagen. Want na het paasfeest, dat is de volgende dia, sheet, komt hij ineens Petrus weer tegen en aan het meer. En toen zij, ja goed, toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon. En dan denk ik, ja, dan is hij toch zijn naam weer kwijt. Zijn rots en zijn kracht. En, maar er was ook nog heel wat gebeurd. Dat waren helemaal geen fijne feestdagen voor Petrus. Want soms viste hij, of liep zomaar wat rond, en keek afwezig als we met hem praten. Hij voelde zich een deserteur die het front op het meest kritieke tijdstip had verlaten. Hij wist wel dat de Heer was opgestaan, maar hij kon van zijn vreugde niet doen blijken, want in zijn oren kraaide steeds die haan. Steeds zag hij Jezus ogen naar zich kijken. Zo lief te hebben, maar met zoveel pijn, zo te verlangen en niet durven hopen, zo graag een goed soldaat te willen zijn. En weten dat je reeds bent weggelopen. Wanneer hij met zijn vrienden in de boot de heiland ziet die op hen staat te wachten, waagt hij de sprong op leven en op dood. En feller kraait de haan in zijn gedachten. Zijn handen beven en het onstuimig bloed bruist als een wilde bergbeek naar zijn slaapplek. Nog eenmaal kraait de haan. Maar zwijgt voorgoed bij het woord van Jezus. Petrus, bijt mijn schade. Ja. En dan zit de Heer Jezus al nog meer. En dan denk ik, waar is dan die rots gebleven, die Petrus, die sterke man? En we weten dat de rots naast Petrus staat. En dat is Christus. En ik vind het zo mooi om het volgende lied te zingen. Het derde couplet van dat lied. Dat is de rots aller eeuwen. Mijn krachten, mijn krachten, mijn. Wat ook gaat wankelen, maar Jezus wankelt niet. Zullen we dat gaan doen? Drie coupletten. De Heer is zijn wil en zijn wil.
Ik heb het zelfs al vet gedrukt. Geen graf hield David zo omkruild. Hij overwon. Die sterke. De sterke held. De ware Simson. Hij die inderdaad het licht is. Die ooit ondergegaan is. Maar u weet, na de nacht komt er een nieuwe morgen. Gaza. De poort is overgebroken. Zingen die lied. Daar juicht het over. Daar klinkt een stem. Maar dat u hem ook hebt aangekondigd. En dat u talloze illustraties al hebt gegeven. Van wie die ene zou zijn. Uw zoon. En ook de zoon van David. De Messias. Beeld Gods. De verlosser van Israël. Die de verlossing zou completeren. Zou voleindigen. We danken u dat die Bijbel zo rijk is. Talloze verhalen, rituelen, geschiedenissen moeten allemaal dienen om die ene aan te kondigen. We danken u dat we het tegen het licht mogen houden, tegen het zonlicht. Dat we Simson zo ook mogen zien. Dat we in hem ook zien, de grote overwinnaar. De leeuw van Juda, in die zoveel honing is te vinden. Het woord van u, dat zoet is. Ogen doet stralen en dat ogen verlicht. Heer, we danken u dat uw woord zo rijk is. Dat we daarin mogen putten, dat we daarin ook met recht kracht mogen putten. Dat uw woord krachtig is, dat wist Simson. We danken u dat hij zo heeft mogen leven in geloof. Genoeg op aan te merken naar het oordeel van de mensen, maar uw woord zegt zelf, het is door geloof dat Simson zijn kracht uitoefende. Hij steunde op u. Heer, we danken u dat we in datzelfde geloof ook mogen wandelen vandaag. Voor u die niks te wonderlijk, voor wie niets te wonderlijk is. Voor u die werkelijk kracht geeft. Voor u die ons in staat stelt om te leven uit opstandingskracht. Die derde dag dat het leven triomfeerde en dat de dood is overwonnen. De garantie dat eens de dood volkomen teniet gedaan zal worden. En dat er slechts leven overblijft.
We danken u dat we een levende God, een levende hoop en zo'n geweldige vreugde en een geweldige hoop mogen kennen. Verwachting. Heer, we danken u voor dat alles. En we bevelen ons zo bij u aan. We danken u dat we voor uw rekening zijn. Dat we in geloof mogen leven. En zo ook het licht van u mogen stralen. Uitstralen in een donkere wereld. In de naam van uw Zoon, de redder van deze wereld. Christus Jezus, onze Heer. Amen. We zingen inderdaad nog één lied. Ook zo'n overwinningslied. Romeinen 8. Maar voordat we dat lied gaan zingen, wil ik nog even het collectezakje rond laten gaan ter bestrijding van de onkosten. En Tom. Say my